Heelpot, Hatsafide, dat is een nieuwe wachtel, jongens. Oké, okay. Hekticiteit, dat is vanaf nu een woord. En het is vanaf nu ook de titel, Hekticiteit. Yo, kijk, zo lustig, welkom in een nieuwe video. Vandaag gaan we weer Blitz spelen op de Hypixel server. Dit is serieus de eerste potje van de dag, dus don't blame me als ik een beetje rusty ben. Wat je misschien wel kan horen is dat mijn microfoon heel anders klinkt. Dat komt niet omdat ik een andere microfoon heb, dat kan je van me aannemen. Ik heb mijn facecam niet aanstaan, maar ik heb geen andere microfoon. Ik heb alleen even een programma gedownload waardoor alles veel beter klinkt. Dus hopelijk vinden jullie het fijn. Ik vind het in ieder geval zelf best mooi klinken voor hoe ik het had getest. Ik heb er nog niet een hele video zeg maar mee opgenomen en dan teruggekeken. Dus dit wordt de eerste footage zeg maar waarmee ik het echt kan checken of het goed klinkt. Maar ik hoop het in ieder geval. En als je het fijn vindt, dan moet je het even zeggen in de comments. Want dan hou ik dit gewoon aan en dan ga ik gewoon weer terug naar de oude settings. Of ik verander ze een beetje dat het misschien wat anders klinkt. Daar ga ik me dan een beetje mee puzzelen als dit niet goed is. Ik zei het er net al, want ik heb ook geen facecam aanstaan. Dat komt ook omdat ik mijn video's zijn 1080p 60fps. Maar mijn facecam die is 27p 30fps. En dat ziet er dus op een 1080p 60fps video, ziet dat er heel pixelig en lelijk uit, vind ik zelf. Dus ik wacht gewoon totdat ik mijn nieuwe webcam heb. Dat duurt alleen wel nog een maand, dus ja, je moet even geduld hebben. Maar in de streams is er wel altijd een facecam en ja, dat moet in principe allemaal goed komen. En voor de mensen die het afvragen, ik ga de Logitech C920 kopen als webcam. Dus die neemt 1080p 30fps op. En het was echt raar, want eerst had ik dus met mijn donations had ik 60 euro, dus toen kon ik die webcam gaan kopen. En toen vervolgens, de dag erna dat ik hem wilde gaan kopen, was de prijs weer gestegen naar 75 euro. En natuurlijk is dat niet veel voor zo'n goede webcam. Like, het is gewoon bijna een camera. Maar dan nog is het best irritant dat ik dan net een webcam wil gaan kopen en dan net te weinig geld voor is. Dus dat is best wel balen. Maar dan komt die volgende maand, want deze maand moet ik een microfoon kopen, aangezien mijn broer zijn eigen microfoon terug wil. En dat begrijp ik ook helemaal. Ik bedoel, ik heb dat ding al 3 maanden of zo. En ik snap ook wel een keer dat hij me wel weer een keertje terug wil. Dus vandaar dat ik weer een nieuwe microfoon ga kopen. Dat is trouwens gewoon dezelfde als deze. Tenzij jullie nog tips hebben voor een betere microfoon. Maar als het goed is, is dit gewoon de beste microfoon voor deze prijs. En ik weet zeker dat deze goed is, dus waarom zou ik een andere nemen? Want ik kan ook bijvoorbeeld een Samsung Meteor doen. Maar daarvan weet ik niet zeker of die goed is. En of die net zo werkt als dit. En of het allemaal net zo makkelijk is. Dus, en hier ben ik nu aan gewend. Dus ik vind het lekker makkelijk. Oké. Dus ik denk gewoon dat ik deze weer ga kopen. Want dat is, ja, zoals ik al zei, dat is lekker makkelijk. Ja, ik vond eigenlijk gewoon dat ik weer een keertje op moest nemen, want de laatste video is nu voor mij 5 dagen geleden waarschijnlijk, of nee, 6. Nee, 5. En dan voor jullie ongeveer 6. Dat was de Rocket League video, daarna was er een Koningsdag stream, daarna dacht ik nog een keer live te gaan, maar dat was echt één grote flop, want en ik was niet gemotiveerd en ik ben dood. En er kwamen echt gewoon niet veel kijkers omdat ik om 9:30 s'avonds live ging. Nou, geloof me, dat werkt niet, dus vandaar. Maar dat heb ik uiteindelijk 31 minuten volgehouden en toen ben ik alweer gestopt, want ja, ik had er gewoon geen zin in en als ik ergens geen zin in heb, dan is het ook niet leuk om naar te kijken en dan doe ik het ook gewoon niet, want anders dan vind ik het ook een beetje een waste of time voor jullie en voor mezelf, dus vandaar. Nou, deze game begint eindelijk eens. Ik ga lekker met Knight spelen op de map Valley. Vroeger had ik er altijd echt enorme lag op en ook al door altijd kutgas op de grond. En nu is het echt gewoon niet meer zo. Ik had alleen een beetje een issue dat als ik mijn frames op max zette, of als ik hem op face sync zette, dat is basically hetzelfde, dan ging hij niet hoger dan 60. En nu heb ik het gelokt op 250. En nu gaat hij gewoon constant naar de 250. Dus ik denk dat ik het gewoon hierop hou. Want ik vind het zo stom om de hele tijd 60 te zien als ik meestal 400 hou. Maar ja, dat ben ik dan weer. Ik bedoel, het is alsnog gewoon prima. En als ik het op 60 lok, dan heb ik ook nooit vreemdroms, weet je wel. Like, als je het op max zet, dan gaat er soms, denkt hij nog wel zo van, oké, dan ga ik ook echt het maximale eruit proberen te halen. En dan op een gegeven moment denkt hij zo van, ja, fuck, ik haal het niet. En dan droppen mijn frames opeens, maar dat heb ik nu gelukkig dan niet. 250 frames is alsnog gewoon prima, weet je wel. Ik bedoel, dat is insane dat ik van, ik bedoel, vroeger had ik zonder recording, had ik 108. Basic, nee, jij wel. Rond de 108. Ik weet trouwens niet hoe ik op 60 kom. Maar dat was, ja, alsnog, het was gewoon goed, maar het was niet dat je zegt van, goh, nu kan ik echt alles doen. Ik bedoel, ik kon geen eens Rocket League aan.
op mijn PC. En Rocket League is nou niet de zwaarste game. Dus vandaar. Dus ja, daarom heb ik ook weer... Ik ben wel blij met de videokaart die ik heb gekocht. Want ik speel niet echt spellen als GTA, Call of Duty, Battlefield. Dat speel ik gewoon niet. Maar ik bedoel gewoon Rocket League op 150 fps spelen. En Minecraft op 500 fps is gewoon prima. En daar kan ik ook echt wel even mee door. En ik wil nog mijn videokaart gaan upgraden naar 1060. En... Oh, kut. Ik wil mijn videokaart nog gaan upgraden naar 1060. Etcetera, etcetera. Oh, oké. Oké. Shoutout naar jou. Dikke shoutout naar jou. Super bedankt voor je horse 10. En ja, nee, chill. Oh, hallo. Wat kom jij nou weer leuk doen, hè? Ik blok het even, sorry, maar dit is een armor 10. Nee, niet jij ook nog. Oké. Dankjewel, knager. Je bent echt een held. Scout, oh my god. Hectisch dit. Heelpot. Hatsafide. Dat is een nieuwe waggel, jongens. Oh, tering. Mason. Nee, waggel. Oké. Hecticiteit. Dat is vanaf nu een woord. En het is vanaf nu ook de titel. Hecticiteit. Ah, lekker. En ik moet ook nog eens tering hard niezen. Nou, hij valt nu wel mee. Dat gevoel dat je moet niezen, maar het komt niet. Oh, dat is echt nasty en dat heb ik nu. We zien hier twee mensen fighten. We gaan gewoon even NL cleanen. Doei. Sorry, maar ik speel ook gewoon de game. Daar kan ik trouwens zo slecht tegen. Dan zitten mensen, zitten zo van... Ah, Lucien, ik ben een kijker. Maar ik snap dat je de kijker bent en ik vind het ook echt super leuk. Alleen ik speel ook gewoon de game. En sorry dat ik je dan een keertje kill of een keertje clean. Maar ik kan niet met iedereen rekening gaan houden. Volgens mij heb ik dat al vaker gezegd. Maar dat is wel gewoon hoe het werkt voor mij. Want als ik met iedereen rekening moet gaan houden, dan kan ik die game basically niet meer spelen. Je gaat 100% winnen. Oh, dat hoop ik. Ja, nee, dat zegt Knager. Dus dan ga ik ook, dan is het ook zo. Het is gewoon zo. Knager heeft altijd gelijk. Zo, sloan is op je bakkes. Sloan is op je bakkes. Hartstikke idee. Taunt en knallen. Hey. Nou, we gooien er nog even wat knankerpower bovenop. Oké. Nou, Knager had gelijk. 9 kills op Valley. Dat is echt insane. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om naar te kijken. Als je nog niet geliked hebt, moet je dat zeker doen. Abonneer voor meer. En ik zie jullie weer de volgende keer. Later.